Ze zijn ineens een bril vergeten of hebben last van hun hand als hun gevraagd wordt iets te lezen of schrijven. Mensen die laaggeletterd zijn, die schamen zich vaak enorm. En het komt vaker voor dan je denkt. Bijna 1 op de 6 volwassen Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen. En daar wordt in deze week van lezen en schrijven aandacht voor gevraagd. Hoe is het mogelijk dat in een welvarend land 2,5 miljoen volwassen Nederlanders laaggeletterd zijn? Ja, dat is een groot probleem. Het is ook een zorg. En daarom is het heel belangrijk dat we op school juist heel veel aandacht hebben voor dat lezen, schrijven en rekenen. En daar zijn we de afgelopen periode ook al flink mee aan de slag gegaan. En daar ga ik mee door. Is er veel schaamte? Ja, en dat is eigenlijk ook heel verdrietig. Want wat je zou willen is dat mensen die problemen hebben met lezen, die moeite hebben om online dingen te doen, dat ze hulp vragen. Want er is hulp bij de gemeente, vanuit bibliotheken. Maar ook als bijvoorbeeld ouders die kinderen hebben op school en die zelf moeite hebben met lezen, op school dat zouden melden, dan is daar hulp mogelijk. Maar inderdaad, de schaamte is vaak groot. En dat vind ik vooral verdrietig. Want uiteindelijk zorgt het ervoor dat je in het ergste geval aan de zijlijn komt te staan. Maar ook dat je niet volwaardig mee kunt doen en niet het beste uit jezelf kunt halen. U zegt het al, hè? Goed lezen en schrijven, dat begint natuurlijk op school. De vraag is wel, hoe krijg je dat voor elkaar als ze niet genoeg leraren hebben? U staat voor een enorme klus, want ook in dit nieuwe schooljaar komen scholen in het hele land duizenden leraren tekort. En er zijn steeds meer leerlingen ook de dupe van. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Sorry dat ik eventjes kom storen. Soms vallen er ook wel eens collega's plotseling uit. En dan heb je soms het risico dat je bijna elke dag iemand anders voor de klas hebt. En dat is gewoon voor de kinderen heel vervelend. Maar voor de doorgang van het onderwijs natuurlijk ook heel slecht. Want eigenlijk ben je dan min of meer een kinderopvang aan het regelen. En daar zijn we niet voor bedoeld natuurlijk. Ik zou in ieder geval de minister willen vragen om te kijken naar de PABO-opleiding voor leerkrachtondersteuners en klasassistenten. Dat die door middel van een traject om te kijken wat ze allemaal al beheerst en veel kortere opleiding kunnen gaan volgen. Is dat een optie? Is zeker een optie. Het is zeker een optie om naar te kijken. Er zijn een aantal dingen die we moeten doen, hè. Aan de ene kant moeten we de leraren die al voor dat mooie vak van leraar hebben gekozen, die moeten we vasthouden. Hè. En de afgelopen periode hebben we ook al veel gedaan om aan de ene kant de salarissen beter te maken. Ja, nou, daar zijn de leraren kant zelf nog niet helemaal tevreden over. Nou ja, kijk, dat is, er is echt al heel veel gedaan. De werkdruk omlaag brengen. Bijvoorbeeld, de directeur in het filmpje noemde dat al, om meer onderwijsondersteuners aan te trekken die de leraren kunnen ontlasten, zodat zij zich echt nog veel meer op de kinderen kunnen richten. En daarnaast is het zaak inderdaad om meer mensen warm te laten lopen voor dat mooie vak. En bijvoorbeeld mensen die nu een ander beroep hebben, de zogenaamde zij-instromers noemen we die ook wel, om ervoor te zorgen dat zij veel soepeler en flexibeler die opleiding kunnen doen. Ja, maar het probleem is wel gigantisch groot, hè? De onderwijsinspectie zegt ook, die tekorten nemen niet af, het neemt alleen maar toe. Ja. Ook vanaf 2030, nog jarenlang, een hele generatie waar we hier met lesuitval te maken krijgen. Nou, ik zei ook, het is een groot probleem. Voor mij is dat een grote zorg, maar een extra aansporing om daar keihard aan te blijven werken. Maar omdat je ziet dat het probleem. Bijvoorbeeld die 4-daagse lesweek, daar hoor je nu over. Scholen doen dat nu soms al noodgedwongen. Is dat waar we naartoe gaan? Nou, ik vind het te vroeg om dat te zeggen. Want je moet alle opties overwegen. Dus ook onorthodoxe maatregelen. Maar is het nog op tijd om te zeggen, ja, het is te vroeg om het te zeggen. Maar we zien, het probleem is er al jaren. Nee, maar kijk, het probleem is dat je niet van de ene op de andere dag leraren tevoorschijn tovert. Hè? Als ik die gouden knop had, dan had ik het eergisteren al geregeld. En dan zou ik ook verder niet wachten. Maar je kunt niet meer mensen tevoorschijn toveren. We zien die tekorten ook in de zorg, bij ICT, op allerlei plekken. Ja, en uw zoon, die is daar wel mee bezig, toch? Ja, onze zoon is begonnen aan het derde jaar van de lerarenopleiding. Kijk. Met veel passie en veel bevlogenheid. Maar die ziet natuurlijk bij zijn stages ook dat het op scholen dat het krap is met de leraren. Ja, absoluut.
Nou, en wat daar, nou ja, overigens super dat hij dat doet. Want elke nieuwe leraar is welkom. Wat ik inmiddels ook geleerd heb door al mijn gesprekken met leraren, maar ook mensen die gestopt zijn met het onderwijs, is dat met name de begeleiding van startende leraren heel belangrijk is. Want je ziet dat daar vaak dingen misgaan. En dat is dus bijvoorbeeld ook een van de acties die we hebben opgezet om ervoor te zorgen dat startende leraren beter begeleid worden door scholen en vanuit de opleidingen, ook door scholen en lerarenopleidingen meer te laten samenwerken. Als ik u zo hoor, u heeft plannen ook voor de lange termijn, maar u bent nu nog maar heel kort minister, onderwijsminister, en er komen binnenkort verkiezingen aan. Zeker. Als het aan u ligt, hè, dan wilt u dan in het nieuwe kabinet, als de VVD in de coalitie komt, wilt u dan weer onderwijsminister worden? Nou, ik ben heel eerlijk, ik ben daar niet echt mee bezig. Want de uitdagingen in het hier en nu. Echt niet? U bent echt wel niet bezig met wat u wil of je ambitie. Ik ben bezig. Zeker als ik u zo met de plan hoor. Maar je moet ambitieus aan de slag gaan en daar ben ik nu mee bezig. En wat er vervolgens gebeurt. Kijk, straks gaan we naar de verkiezingen. Dan is de kiezer aan zet. En afhankelijk van wat de kiezer bepaalt, ja, weet ik of we überhaupt doorgaan in een kabinet of wat er gebeurt. Ik zou kunnen zeggen, nou, ik zou deze klus echt willen afmaken. Ik ben gepassioneerd om dat te doen. Ik ben heel gepassioneerd om dit te doen. Maar ik zie ook dat het uiteindelijk niet aan mij is. De kiezer bepaalt dat. En het enige wat ik kan doen is in het hier en nu mijn stinkende best doen voor al die leerlingen en leraren, om ervoor te zorgen dat er meer leraren komen. Om ervoor te zorgen dat leraren die al in het vak zitten behouden blijven. Om ervoor te zorgen dat het niveau van lezen, schrijven, rekenen op een hoger pijl komt. Nou ja, dat zijn dingen die ik kan doen. En dat doe ik. Ja, en daarom ook deze week de week van het lezen en schrijven, met in het hele land daar ook aandacht voor. Ja. Zometeen dan heb ik het met commandant Landstrijdkrachten Martin Wijn.